Hallo, de laatste opdracht van rekenen voor deze week is een herhalingsoefening, een aantal herhalingsoefeningen van blok 9, getallen en bewerkingen. Nogmaals, jullie weten dat Rafael Aloni staat hier bovenaan, omdat ik dat anders niet kan downloaden op mijn computer. Wat ga je doen? De eerste oefening gaat over verhoudingen en percenten. Dus dat je een verhouding omzet naar een of omgekeerd. Ja, hier bij oefening A staat dat heel duidelijk. Hè? Dus 3 op 4 is gelijk aan 3 vierde. En dan moet je maar naar 100 gaan om procent te weten. Dus om van 4 naar 100 te gaan, doe je maal 25. En dan weet je, hè, doe je 3 ook maal 25. En dan weet je het percentage. Soms, zoals hier, moet je ook een tussenstap maken. He, dus 27 op 30, 27 dertigste, om dan ineens naar 100 te gaan, van 30 naar 100, dat gaat eigenlijk niet. Dus we gaan eerst een tussenstapje maken naar 10, dus 27 dertigste, dan maken we daar 9 tiende van en dan gaan we naar 100. Ja, zo maak je heel die oefening A. Bij oefening B heb je dan een tabel en je moet invullen wat ontbreekt. Dus je gaat een eenvoud, je hebt de verhouding 3 op 5. Je gaat dat schrijven als een eenvoudige breuk, dus 3 vijfde. Dan ga je dat als een breuk op 100 zetten en dan weet je het percentage. En dan zijn er nog een aantal vraagstukjes. 15 op de 20 kinderen van onze klas hebben een huisdier. Hoeveel procent is dat? 15 twintigste, je gaat dat weer op 100 zetten en dan weet je het percentage. En dan 4 op de 5 12-jarigen in Vlaanderen zouden graag een huisdier hebben. Hoeveel procent van de 12-jarigen is dat? Ga je weer nadenken aan 4 vijfde, hoeveel op 100 is dat? Hoeveel procent is dat? En dan gaan we ook nog cijferen. Natuurlijke getallen delen door kommagetallen. Hier staat nog eens. Je moet eigenlijk eerst de komma gaan wegwerken, want anders gaat dat niet. Er kan nooit een, de deler kan nooit een kommagetal zijn bij een staartdeling. Hoe doe je dat? Door deeltal en deler te vermenigvuldigen met dezelfde factor. Dus hier 14 gedeeld door 0,7 wordt dan 140 gedeeld door 7. Je gaat deze even opletten en uitrekenen. Dit kan uit het hoofd. Ja, dat zijn eigenlijk nog gemakkelijke oefeningen, maar waarom we gaan oefenen om die komma weg te werken. En daarna heb je een aantal cijferoefeningen. Dus je gaat eerst de komma wegwerken en die dan oplossen. Vergeet ook niet te schatten. Hier staat opgelet, hier moet je doordelen tot op één cijfer na de komma. Vergeet dus geen komma en een nul te voegen aan het deeltal. Ja? Dus dan moet je bij die 7 moet je eerst hier de komma wegwerken. Dus dan is dat 70 gedeeld door 4. En dan 70,0 gedeeld door 4. Cijferen. Hier moet je gaan delen door 45 en 18. Schrijf ook, hè, zoals we doen in de klas, kan je even in de kantlijn de tafel van 18 schrijven. En dan is dat veel gemakkelijker om mee te rekenen. En dat zijn de oefeningen voor vandaag. De herhaling zit erachter. Maak eerst de oefeningen. Kijk daarna of dat het lukt. Je moet deze oefeningen niet naar mij doorsturen. Ja? Niet. Oké? Goed. Volgende week nieuwe oefeningen. Dag.